Jij het woord al een beetje in je laten zinken, terwijl we daarbij God zegen en hulp vragen in het lied. En ik wil als eerste de twee hoofdstukken, gedeeltjes ervan die we lezen. En het eerste is uit 1 Samuel 13. En dan de versen 1 tot en met 14. En daarna gedeeld uit 1 Samuel 14. Maar eerst 1 Samuel 13. Als iedereen het gevonden heeft. Fijn dat je mee kan lezen. Ik lees in ieder geval uit de NBV 21. Dus ik kan ze niet veranderen. Ik wissel met u. Bijbel, maar ik krijg een beetje gelijk. Lees het volgende. Saul was 30 jaar oud toen hij koning werd. 2 jaar was hij koning van Israël. Dan ga ik zeggen, dat is wat discussie over de talen. Dus bij u in de Bijbel staat misschien dat hij nog maar 1 jaar koning was, maar dat laten we nog even rusten. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegen bij Michmas en het gebergte van Bethel. 1000 waren er met Jonathan, dat was zijn zoon, kom in het volgende hoofdstuk vooral naar voren, bij Gibea in Benjamin. De rest van het volk, want hij had 300.000 mensen, mannen eerst verzameld in een slag ervoor, werd teruggestuurd naar huis. Dus het gaat van 300.000 naar 3000, dus een heel eind. Terug. Jonathan veroverde de Filistijnse wachtpost in Gibea. En dat kwam de Filistijnen ter oren. Waren de toenmalige grootste vijand van het volk Israël, dat volk. Saul liet in heel het land de ramshoren, de bezuinplaats en rondzeggen. Hebreeën, doet hij de Israëlieten dus mee, luister! Israël heeft zich nu echt onmogelijk gemaakt bij de Filistijnen, doordat Saul een van hun wachtposten veroverd heeft. Het volk werd opgeroepen om zich in Gilgal bij Saul aan te sluiten. Dus een offerplaats, een belangrijke offerplaats waar vaak God ook werd ontmoet. Daar moesten ze nu naartoe. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Nou, ze pakken het niet klein aan. Met 30.000 strijdwagens en 6.000 ruiters. En zoveel voetvolk als er zat is op het strand langs de zee. Trokken ze op en legden zich bij Michmas ten oosten van Beth-Aven. Het leger van de Israëlieten, dat niet zo groot was dus meer, werd teruggedreven en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen, in grafkamers en waterputten. Dus elk gaatje die ze nog konden vinden, de ringen ze in. Ook waren er Hebreeën, de Israëlieten dus, die de Jordaan overstaken naar Gat en Gilead, het land uit. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds in Gilgal. Dat is die offerplaats, een belangrijke offerplaats waar God altijd werd ontmoet. En de manschappen daar wachten in angst en beven op wat er komen zou. Hij wachtte daar 7 dagen op Samuel zoals de afspraak was. Dat lees je in hoofdstuk 10. Daar kan ik het nog over zeggen. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen begon Saul: breng mij de dieren voor het brandoffer en de vredeoffer. Hij doet zelf het brandoffer op. En hij was nauwelijks klaar of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet. Samuel was trouwens de leider in het volk van die tijd, de geestelijke leider. En daar had hij dus eigenlijk op moeten wachten. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel zei: wat heb je gedaan? Saul antwoordde: en wat moest ik doen? Ik merk dat een soldaat hem in de steek begonnen te laten toen hij niet op de afgesproken tijd kwam. En de Filistijnen liggen al bij Michmas. En ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen hier in Gilgal aanvallen.